Kennen jullie dat moment dat je al een uur aan het opnemen bent, denkt dit was de video en op het stopknopje wil drukken, en dan aanklikt en erachter komt dat je het afgelopen uur tegen niks hebt zitten praten en niks hebt opgenomen? Nee, ken je dat niet? Ik wel namelijk, want het is net gebeurd. Maar goed, hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Even checken. Ja, hij staat aan, dus we doen hem nu gewoon opnieuw. Ja, ik heb net een uurtje opgenomen en het uh, bleek dat uh, alles uitstond. Ik weet tenminste nu wel wat ik wil zeggen, wat ik wil bespreken. Misschien komt alles niet meer als een verrassing nu, maar het gaat wel een stukje sneller en misschien komt het wat duidelijker over. Dingen die ik met jullie wil gaan bespreken zijn eigenlijk alle reacties die jullie achter hebben gelaten op mijn afgelopen video's. Jullie weten dat allemaal. Stine is eruit. Kijk naar mijn reactievideo, staat in de beschrijving. Heel leuk, zie me reageren hoe mijn mol afvalt. Vond ik niet leuk. Uh, in ieder geval, waar was ik gebleven? Oh ja, uh, ik wil alle reacties langs gaan op mijn afgelopen video's, omdat mijn mol eruit is. En ik heb echt een dikke, dikke, dikke brain fart. Ik weet gewoon niet wie de mol is. Ondertussen wel, want ik heb eigenlijk al jullie reacties alweer gelezen. Dus ik heb een nieuwe theorie. Maar uh, op dat moment dat ik het dus wou onderzoeken nog niet. Dus wat wij vandaag gaan doen is al jullie reacties lezen van jullie afgelopen... Uh, van de afgelopen video's die ik heb gemaakt en dus al jullie reacties erop. Nou, ik skip er even snel doorheen. Wat ik dus uh, vandaag wil doen. Ik ga jullie ook een dikke 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 shout-out geven naar al mijn nieuwe abonnees. Maar daar komen we op het laatst bij. Uh, wat ik heb gezegd was, hey, dank jullie wel voor al het kijken. Zoals je ziet, al mijn laatste Wie de Mol video's zijn ook mijn populairste video's. Niet allemaal, maar wel de meeste. Uh, 57k, 45k, 20k, 11k. En 7,4k, en dan hier nog andere Wie is de Mol video's. In ieder geval, uh, dank jullie wel daarvoor. Er zijn ook echt ontzettend, ontzettend, ontzettend veel reacties opgekomen. Nou, uh, omdat ik net al een uur gerecord had, weet ik nu precies welke reacties ik wil behandelen. Dus dat gaan wij ook gewoon doen. Uh, dit duurt dus nu een kortere video dan een uur. Maar misschien is dat ook wel handiger voor jullie, want dan verspil ik ook niet te veel. Tijd van jullie, wat ik dus met uh, vorige theorievideo's heb gedaan, want Stine is het niet. Bla bla bla. Hallo mensen en welkom. Stil maar weer, Stan. Oké, okay. hier zag ik eigenlijk één uh, goede reactie uh, tussen staan en die was van. Dan moet ik hem even opzoeken. Nee. Waar stond die reactie? Die was van Evelien. Evelien, waar zit je? Ik zie Evelien niet meer. Of was dat niet in deze? Oh ja, trouwens, uh, dat zei ik ook al, de meeste reacties gaan over drie dingen op mijn kanaal, of vier. Eén, waarom gebruik ik mijn greenscreen nooit? Nou, alsjeblieft, ik gebruik hem. Ja, je, je, ik wijs naar mijn greenscreen, maar je ziet hem niet. Maar dit is een heel mooi groen schermpje, zoals je hier in de schaduw erachter ziet. Dus nu zie je dit. Um, tweede reactie ging heel veel over uh, mijn Nederlands. Mijn Nederlands en Engels is echt verschrikkelijk... I know, ik heb ook dyslexie. Zowel in schrijven, praten, lezen, alles. Ik doe het fokt op. Ik weet het. Als je het leuk vindt, mogen jullie dit blijven doen. Net als wat Dominique hier hebt gedaan. Echt letterlijk op de seconde alles aftikken wat ik fout zeg, verkeerd schrijf en noem het maar op. Als jullie het leuk vinden, hey, dan is het een leuke uitdaging. Maar het gaat op een tenuur echt heel, heel, heel veel worden. Oké, okay, de andere reactie die ik nog heel vaak krijg is, je bent raar. Die zullen we straks ook tegenkomen, want die staat namelijk op de top comment in een van mijn andere video's. Maar, dank um, je, I guess. Raar is leuk. Uh, een andere reactie die ik heel veel krijg is, je lijkt op. En ik heb net dus reacties gelezen van, je lijkt op Harm, Harm van Headgames. Niet uh, Harm van Harmvlogs, dat is een vriend van mij. <laughs> Daar lijk ik niet op, wil ik niet op lijken. Uh, Oké, okay, we gaan door. Uh, en heel veel mensen zeggen altijd, maar dat is dan meer mijn stem en niet eens hoe ik doe of hoe ik eruit ziet. Dat is dan, je lijkt op Don, Game meneer. Mensen vinden mij een beetje hetzelfde praten. Nou ja, ik praat niet boers en ik bouw geen boten. Maar goed, uh, mensen vinden dat dus. Dus ik had uh, gelijk een leuke vraag aan jullie. Op welke YouTuber vinden jullie mij het meest lijken? Laat het even in de reactie weten. Op dit moment is het voor mij Oldjay, Omdat zij niet reageert op Jan als hij zegt, hebben jullie een idee waar in Kiev je bent? Ze praten eroverheen in de hoop dat het niet opvalt. Dit was inderdaad waar en dat viel me ook op. Maar omdat ik toen al te erg op Steen aan het letten was, heb ik dit niet meegenomen in mijn volgende video's. Maar dit is inderdaad een heel goed verdacht puntje over Altj. Dus een punt naar Altj. Daarentegen had Luke, tot nu toe, ik zie het hier ook, maar ik weet niet of dit de reactie was die we, uh, die we hadden. Volgens mij niet, maar Luc had ook een paar hele goede topreacties in de vorige. Dus die gaan we ook zo nog even opzoeken. Hier schrijft hij, ik denk dat Simone de mol is. Want bij aflevering 1 gingen ze vragen waar ze naartoe moesten, zegt de vrouw. Naar rechts en dan loopt ze weg en zeggen ze je moet naar links. Simone heeft inderdaad heel veel van dit soort foutjes gehad. Luc zei namelijk ook in een andere reactie, ik ga hem niet helemaal zoeken, dat duurt veel te lang. Dat uh, Simone vroeg... Uh, of die vrouw, uh, nou, ik kom er niet helemaal niet meer uit. Ja, schrijf het maar weer op in de comments, hoor. Stan verpest het op deze en deze seconde. <coughs> Oké. Okay. Lux schreef ook. Toen Simone vroeg waar ze naartoe moeten, antwoordde de vrouw: ja, naar een waterorgel. En Simone wist precies waar het waterorgel stond. Hoe kan ze dit weten? Was dit voorkennis? Nou, misschien wel. Maar mocht dit zo zijn, dan ontkracht ik hem gelijk. Want waarom, als je dat zou weten, zou je ze daar naartoe leiden als mol? Dat wil je juist niet. Dus als je het zou weten, zou je juist of zeggen: ja, daar staat het, en dan de andere kant op lopen, of gewoon je mondje houden. Nou, zoals ik zei, hier zijn dus de toppenreacties van de vorige keer. Het is geen heb maar heeft. Die heeft er zo vaak ingestaan. Sorry, ik blijf het zeggen. Dit wordt al zo vaak tegen mij gezegd. Maar ik blijf heeft in plaats van hebt of hebt in plaats van heeft zeggen. Ik krijg het niet in mijn hoofd. Sorry daarvoor. Hetzelfde als alle andere fouten qua praten. I know. Deal with it. Uh, nou, die andere reactie waar ik het net over had van je bent kapot raar. Wahaha. Door dat wahaha denk ik uh, dat het een positieve raar is. Als je me echt raar vond van wat ben jij een raar ventje. Had je me al lang weggeklikt en volgens mij vind je het wel leuk dat ik uh, kapot raar ben. Dus uh, hey, dankjewel uh, Jona Slager. Thanks. Ik hoop dat het in positieve vorm is, anders uh, ja, helaas. Uh, de rest van de reacties gaat uh, waarom uh, vrouwen van appels houden. Ja, sorry, dat was voor mijn edit-foutje. Ik weet het, ik zei het verkeerd. Het is apen, geen appels, maar ik ben het vergeten eruit te knippen. En de rest gaat eigenlijk allemaal over: ik verdenk Stine ook. Of ja, Stine ligt eruit, jouw schuld. Allemaal punten zijn weg. Sorry voor iedereen die ik over heb gehaald naar Stine. Ik heb heel veel mensen 100% overgehaald naar Stine. Had ik niet moeten doen. Oeps, sorry. Ik probeerde jullie toen met deze video nog te waarschuwen, belangrijk, montagefouttheorie, scherm stienen. Het was een beetje laat, namelijk 6 à 7 uur voordat de aflevering online ging, heb ik deze pas online gezet omdat het niet eerder kon. Dus sorry daarvoor, heel veel mensen waren ook te laat. Sorry uh, Stefan, ik was te laat bij deze video, rip al mijn punten. Nou ja, dat waren er heel veel en ik heb ook heel veel op het verkeerde spoor gezet. Ik ben gelukkig niet de enige, er waren ook andere YouTubers die allemaal op stienen zaten... Maar ik ben er wel uh, deel van, dus uh, sorry voor iedereen die zijn punten kwijt is dankzij mij. Ik hoop dat jullie het nu een beetje recht kunnen zetten met uh, nou, de reacties, dus. Oh ja, de reactie die ook nog heel veel terugkwam, die ik toch nog even wil bespreken, is die van de 06 of OG. Uh, heel veel mensen hadden de 06 gekoppeld aan volgens mij de geboortedagmaand van Jan. Maar er ging toen opeens een ding rond: van de 06 kan ook een OG zijn. Dat zijn heel veel reacties. Hier heb ik een reactie, hier heb ik een reactie. En zo gingen de reacties eigenlijk alleen maar door. Dus ik kan niet iedereen bespreken. Sorry daarvoor. Maar het ging erover dat de uh, 06 ook voor OG kon staan. En OG staat voor OJ Gulsen. Haar naam. Dus klein hintje naar OJ weer. Ah, kijk. Uh, het was even zoeken, maar dan heb ik hem ook gevonden. Uh, door deze reactie kwam ik namelijk met mijn eigen theorie. En daar ga ik het zo ook mee afsluiten. Uh, wie is de mol? Vraagteken 2018. Uh, zei hier namelijk. Ik zit 100% op Simone. Alles aan die vrouw schreeuwt mol. Ik snap niet dat zij zo laag in de verdenkingen staat. En toen ging ik denken. Inmiddels is dat niet meer zo. Maar door deze... Uh, door deze... Reactie dacht ik aan een tweet die uh, ik heb uh, gelezen. En dat was. Uh, ik weet één ding 100% zeker. En dat is dat Jan Verstegen een kandidaat is. En daar maak ik me zorgen om. Zoals je een tunnelvisie hebt op Mollen, heb je ook een tunnelvisie in kandidaten. En daar moet je voor oppassen. Nou ga ik het even uit mijn hoofd doen vanwege copyright schendingen. Want de vorige keer, zoals iedereen weet, heb ik een copyright gekregen op de eerste Wies de Mol video van AfroTros. Hé, hey, dankjewel, ik zal nog eens een video voor uh, Wie is de Mol maken. In ieder geval, ik ga dus geen beelden laten zien, maar ik probeer het wel even zo goed mogelijk uit te leggen. Vorig jaar had je Diederik, Jochem, Thomas en Sanne als de laatste vier kandidaten. Daarvan was Thomas de minst verdachte en werd door Toen door niemand van de kandidaten verdacht. Thomas was wel de mol, oftewel in de halve finale noem ik het maar toen er nog vier waren. Net als nu zat niemand op de mol. Op het moment dat Diederik afviel, toen zat echt 33% bijna op Diederik, 33% zat op Jochem en de andere 33% zat op Sanne en 1% zat misschien maar op Thomas. Ik weet het even dom geschat, maar zo was het wel. Dat is ongeveer hetzelfde als er nu is met Jan. Eigenlijk zit niemand op Jan. Zowel in het spel niet, als dus als wij als kijkers niet. Jan wordt het minst verdacht. Maar wat bleek vorig jaar nou? Diederik viel af. Jochem heeft gewoon geen één keer op de goede kandidaat gezeten. Hij is alleen maar met geluk, met zijn partners, steeds minder fout hadden dan hem. En met al zijn vrijstellingen is hij tot de finale gekomen. Maar hij heeft geen één keer één vraag op de mol gezet. Hoe die jongen het gedaan heeft, geen idee. Sanne bedacht zich op het laatste, want die dacht, nee, Jochem kan dit niet zijn. Voor mij was het Diederik, Diederik was eruit. Wat nu? Het is Thomas. Dus in de finale switchte Sanne, die ging vol op Thomas. Jochem die ging vol op Sanne. En Thomas die was uiteindelijk de mol. En ik denk dat er dus ongeveer hetzelfde gaat gebeuren in deze halve finale en finale van wie is de mol. Ik denk namelijk persoonlijk nu dat Jan, de beste kandidaat, zou je zeggen. Een hele, hele, hele sluwe en slimme mol is geweest. Dit kan ook weer een theorie zijn die ik fout heb. Je hoeft me niet te geloven. Maar er is een hele, 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 hele grote kans. Dat dit de theorie zou kunnen zijn. Jan verstegen is de mol. Oké, okay, uh, waar ik dus net een uur over deed om op te nemen, heb ik nu zo'n binnen 20 minuten gedaan. Dus dat is uh, wel knap. Ja, ik wist nou waar ik het over ging hebben. Dus ik heb nog wat tijd over, zo gezegd. Uh, dus ik wil even sowieso een dikke shout-out naar jullie allemaal geven. Zowel alle kijkers als alle mensen die gereageerd hebben. Zowel als alle 300 fucking nieuwe abonnees. Super, super, super tof. Ik hoop dat er toch nog mensen zijn die na de Wie is de Mol-serie op mijn kanaal blijven haken. Want daar komt het announcement: Ja, ik ga proberen weer goed, goed fulltime aan YouTube te zitten. Dan zal er niet elke dag een video komen. Het zal ook niet elke dag een leuke video zijn. Althans, ze worden wel leuk, maar misschien niet die jij leuk vindt. Maar er komen elke dag leuke video's aan. Uh, ik heb al een heel plannetje geschreven. Uh, dat zijn namelijk vier series die gaan komen. Ik zal hem er even bij pakken. Het is een hele grote announcement wat ik doe. Dus voor iedereen die uh, nu blijft. Uh, blijf even hangen. Het, uh, het is leuk. En straks krijgen jullie allemaal een shoutout. Dus dat zullen jullie ook fantastisch vinden. Oké. Okay. Ik wil namelijk vier series gaan doen. Dat is namelijk de zeg maar mening. De zeg maar kijkers. Die komt terug. Dat is leuk. Dat is voor jullie. Zeg maar reageren. En zeg maar gamen. Oké. Okay. Uh, de zeg maar is natuurlijk voor mij zeg maar stan, dat is leuk en ik heb een keer een zeg maar reageren gehad en een zeg maar kijkers gehad. Uh, ik zal even laten zien uh, wat het is. De zeg maar kijkerserie is eigenlijk een uh, soort uh, shout out serie na jullie. Uh, toen had ik niet zoveel abonnees, dus alleen kleine YouTube mannetjes wilden doen die uh, populair wilden worden, kan nu nog steeds. Alleen nu wil ik jullie ook een dikke shout-out erbij geven. Bij zeg maar, kijkers ging ik langs alle kanalen van kijkers die het wilden. En die hielp ik een beetje omhoog. Ik gaf ze tips wat ze beter konden doen. En ik gaf eigenlijk gewoon een dikke shout-out naar een kanaal van: hé, hey, moet je kijken, dit is een tof kanaal, zeker doen. En ik ging altijd mijn abonneelijstje langs. Dus wil je een shout-out hebben? Ga die serie zeker volgen, wordt superleuk. Uh, nou, zeg maar, gamen spreekt voor zich. Ik ga gewoon tijdens de, zeg maar, gamen serie lekker gamen. Het zal vooral Fortnite zijn, omdat Fortnite helemaal hip is. Maar elke andere leuke game die er aan gaat komen. Die er al is. Of die ik wil gaan doen, zal in de serie zeg maar gamen komen. Dan heb ik nog twee andere series. Dat is de zeg maar mening en zeg maar reageren. Uh, zeg maar mening, daar ga ik gewoon lekker zitten. Bijvoorbeeld er is. Uh, er is wat op het nieuws gekomen. Er is. Laten we zeggen, I don't know. Um, weet ik veel. Er is een nieuwe wasknijper uit of zo. Ik zeg maar wat. Nou, die is uit. Dan ga ik mijn mening over geven. Wat ik van de nieuwe wasknijper vind en hoe en waarom. Is dus even een stom voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. Ik ga dus een mening geven. Voor de rest heb ik uh, zeg maar reageren en dat wordt gewoon een leuke reactievideo. Ik pak een populaire video van YouTube of een video die helemaal viral gaat. Neem nou even uh, de porno video van rapper Shores. Daar ga ik naar kijken en daar ga ik op reageren en dan neem ik jullie mee in die ervaringen. Dat zijn sowieso de ja dat zijn de vier series die eigenlijk op mijn kanaal uh, gaan komen. Dus uh, nou uh, lang verhaal kort. Voor alle mensen die het dus leuk vinden om te blijven Blijf gerust. Je kan je abonneren. Het is gratis. Dan weet je wanneer er een nieuwe video gaat komen. Er gaan dus veel nieuwe video's op mijn kanaal komen. Min dus de wie is de mol video's. De wie is de mol video's gaan ten einde komen. Dit is waarschijnlijk de ene na laatste of de twee na laatste aflevering. Sowieso ga ik nog een hele recap doen. Dus na de finale ding dat je al die hints ziet, ga ik dat doornemen. En kijken wat we nou over het hoofd hebben gezien. Wat we nou gemist hebben. En gewoon een eindbespreking houden. Dan heb je deze video nog waar je nu naar kijkt. En dan zal je nog een andere video. Misschien daartussendoor nog hebben. Maar dat zullen de, Wie is de Mol video's nog zijn. En natuurlijk volgend jaar gaan we zeker, zeker door. Um, ja, weer gewoon blijven hangen op mijn kanaal. Dat mag. Altijd leuk. Ik vind het leuk om het voor jullie te maken. Dus ik ga nou ook een dikke 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 shout-out naar jullie geven. Op mijn hoofd kan je straks abonneren. Boven mijn hoofd kan je straks uh, een andere video aanklikken als je dat wil. Ik zou toch even als aanrader de reactievideo kijken hoe ik reageerde dat mijn mol eruit ging. Dus een live reactie is heel leuk om nog te kijken. En voor de rest... Check jullie namen allemaal hier. Hey, Dank jullie wel, jullie zijn toppers. Wil je nou ook in dit lijstje komen te staan? Abonneer je dan even, dat kan hier beneden, hierboven of straks op mijn gezicht. Uh, het kan allemaal en dan kom je misschien in de volgende, zeg maar, kijkersvideo in de nieuwe serie op mijn kanaal. Fucking dope jongens. Uh, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Er komen natuurlijk ook nog losse video's, zoals challenges en andere dingen. Maar ja, die geef ik geen serie naam, dat zijn gewoon losse video's. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ga er weer vandoor. Bedankt voor het kijken en een uh, dikke shout-out naar jullie allemaal.